Goedenavond allemaal, mijn naam is Earl Kerriëtje. Ik ben officieel spreker voor SkyWorld Community. Daarnaast ben ik lid voor het communicatieteam. Wij verzorgen de communicatie binnen Nederland vanuit SkyWorld Community. En ik ben professioneel gebruiker van de applicatie AdvaHunter. En daar kom ik later in deze presentatie nog even op terug. We hebben te maken op dit moment met een klimaat wat ernstig opwarmt. De aarde warmt op. We hebben te maken met verschillende situaties waar we desondanks niet om hebben gevraagd. Maar waarbij we wel een weg moeten vinden in hoe we ermee omgaan. In 1978 heeft iemand dat probleem ook gezien waar we nu tegenaan lopen. En die is langzamerhand zijn idee gaan visualiseren. En is er destijds tot een totaalconcept gekomen. En dat totaalconcept dat gaan we zo meteen zien in de presentatie. Maar het is daar wel belangrijk om erbij te melden dat heel vaak mensen de vraag stellen van waarom is dit niet eerder de markt opgekomen. Heel simpel gezegd, de tijd was er nog niet rijp voor. Dit is Anatoly Yunitskiy. Anatoly Yunitskiy is sinds 1978 begonnen om zijn idee te visualiseren, vorm te geven. En inmiddels sinds 2014 is hij bezig om het idee te vermarkten, te produceren, certificeren, zodat het uiteindelijk, wat ik net ook heb aangegeven, de markt op zou kunnen. Anatoly Yunitskiy is op het westelijk halfrond nog steeds een groot onbekend persoon. Maar hoe oostelijk hier gaat op de aarde, hoe bekender Anatoly Yunitskiy is. Hij heeft verschillende samenwerkingen met de Verenigde Naties. Heeft een x-aantal boeken geschreven. Heeft een x-aantal uitvindingen ook gedaan. En voor al het werk wat hij heeft verricht, heeft hij ook certificaten, patenten en oorkondes voor gekregen. En dit is het eerste boek wat Anatoly Yunitskiy heeft geschreven. En in dit boek verwoordt hij eigenlijk heel simpel hoe hij de wereld voor zich ziet. Hoe hij transport voor zich ziet. Hoe hij het leven van mensen voor zich ziet. Toen hij dit boek schreef, toen was het allemaal nog niet zo ver als wat het nu is. Maar in dit boek zie je eigenlijk al met al zijn eerste berekeningen van het idee wat hij destijds had, tot wat het nu is geworden. En dit is Anatoly Yunitskiy met een van de vele certificaten en patenten die hij heeft. Je moet je voorstellen, en ik vind moet een heel vervelend woord, maar de Nederlandse taal laat mij geen ander woord. Maar het is goed om jezelf voor te stellen dat bij iedere uitvinding die Anatoly Yunitskiy doet met zijn team van engineers, dat het ook beveiligd moet worden, zodat bijvoorbeeld de Chinezen niet met zijn idee aan de haal kunnen. En als we naar deze sheet kijken, dan zie je een x-aantal van zijn certificaten en patenten die hij heeft gekregen. Dus zo is bijvoorbeeld de rolling stock compleet gecertificeerd, is ook de stringrail compleet gecertificeerd. Dus dat betekent dat de concurrentie niet met zijn idee aan de haal kan. En dan is er ook altijd de vraag van hoe staat het dan met Yunitskiy String Technologies in Europa? Is de Europese Unie niet op de hoogte van het bestaan van dit bedrijf? Jawel, dat zijn ze wel degelijk. Als we kijken naar het certificaat waarin jullie het ja-logo zien, en ik kan me heel goed voorstellen dat de tekst iets te klein is, maar dit certificaat is afgegeven door de Europese Unie in België medio 2018. Dus zij zijn wel degelijk op de hoogte van het bestaan van Yunitskiy String Technologies. Een aantal maanden geleden heeft Anatoly Yunitskiy ook een certificaat in ontvangst mogen nemen, een van de vele. Maar dit certificaat geeft aan dat Yunitskiy String Technologies een bona fide bedrijf is, waarbij men zaken en private instellingen, of zakelijke instellingen, private instellingen en overheidsinstellingen met een gerust hart zaken kunnen doen met Yunitskiy String Technologies, dat alles binnen de organisatie op orde is. Daarnaast hebben ze ook een ander certificaat gekregen en dat certificaat geeft aan dat Yunitskiy String Technologies tegenwoordig een wetenschappelijk bedrijf is. Dus we zijn inmiddels nog steeds een grote start-up, maar we zijn binnen die start-up wel gepromoveerd tot wetenschappelijke organisatie. Dus al met al zie je dat de randvoorwaarden om te komen tot een succesvol product, in deze korte presentatie, wat ik jullie tot nu toe heb laten zien, dat die eigenlijk al met al op orde zijn. En als we dan komen tot het totaalproduct van Anatoly Yunitskiy, wat wij nu kennen in de vorm van Yunitskiy String Technologies of USKY Transport of USD. Je mag kiezen, de keuze is reuze om maar zo te zeggen. Dan zien we een transportsysteem op het tweede niveau. En op het eerste niveau zien we dat er genoeg ruimte overblijft voor de natuur. En deze foto is genomen op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Laten er geen misverstanden over ontstaan. Er zijn nog geen commerciële trajecten actief. Maar deze foto geeft goed weer hoe dat eruit ziet. En wat dan direct opvalt, is dat het vele malen minder ruimte in beslag neemt dan ons huidige systeem qua wegen en sporennetwerken dat wij kennen. En wat zou Yunitskiy String Technologies kunnen bieden of kunnen betekenen? Het is een goedkopere manier om te reizen van A naar B, zowel voor goederen als passagiers. Het zorgt voor een beter leefklimaat voor mens en natuur. Het zorgt voor goedkopere bouwkosten. Al met al is die lijst onophoudelijk groot.
En als we deze presentatie gaandeweg zullen vervolgen, dan zul je ook zien wat nou maakt dat Unisci String Technologies op dit moment een van de beste keuzes is, wereldwijd gezien, om dit systeem te implementeren, dan wel te gebruiken in je eigen land. En in het verleden heeft men natuurlijk ook al geprobeerd om het systeem wat iedereen, of ja, iedereen ziet vastlopen, om dat te veranderen, om dat een beetje aan te passen. En op de onderste twee foto's op jullie sheet zien jullie eigenlijk wegen in bepaalde steden. Denk bijvoorbeeld aan India of Lagos, een stad in Nigeria. Als mensen daar van de oostkust naar de westkust willen rijden en vice versa, zijn ze urenlang onderweg om er te komen. Ze staan meer vast als dat ze rijden. En dit is een wereldwijd probleem. Nou, Unisci String Technologies zou er dus voor kunnen zorgen dat bijvoorbeeld het vervoer van goederen al wordt verplaatst van het eerste naar het tweede niveau, dus dat de vrachtwagens niet meer gebruik hoeven te maken van dezelfde weg, zodat goederen op tijd ergens op hun plek van bestemming kunnen aankomen. Veelal wordt Unisci String Technologies ook in verband gebracht met een kabelbaansysteem. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat het er wat van weg heeft, maar het is compleet niet identiek, dus ook niet hetzelfde. Een kabelbaansysteem is een getrokken systeem. Dat wil zeggen dat er zowel boven op een heuvel als onder op een heuvel motorwielen staan. En die zorgen ervoor dat de kabel wordt getrokken. Op het moment dat die kabel wordt voortgetrokken, zullen ook de gondels die daar aan hangen zich kunnen verplaatsen van A naar B. Denk hierbij aan een skilift in een skipiste op een wintersportbestemming. Of aan de modules in San Francisco die rijden van boven naar beneden naar de heuvels. Dus we zien dat het kabelbaansysteem een getrokken systeem is. Als we dit vergelijken met het systeem van Unisci String Technologies, dan zie je dat Unisci String Technologies misschien wel om een kabelbaansysteem lijkt, maar het niet is. Deze modules beschikken over een eigen motorwiel, eigen artificial intelligence. Dus dat betekent dat ze in staat zijn zelf te rijden, zelf te denken en zelf een probleem te kunnen oplossen, mocht zich dat voordoen. Nou, de foto's die we op deze sheet zien, die zijn bijna allemaal echt. Dit zijn gewoon bestaande foto's genomen op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Dus zo zie je ongeveer hoe dat eruit ziet. Dus we hebben passagiersvervoer en we hebben goederenvervoer. En zo ziet dat eruit, zo wordt dat nu getest. En zo zal het ook binnen nu en niet al te lange tijd voor echte commerciële doeleinden worden gebruikt. En hoe ziet het er dan uit in 2D? Nou, ons aardoppervlak bestaat uit bergen en dalen. Op het moment dat wij mensen iets willen bouwen, moeten wij de hele boel egaliseren. Dus dan wordt het uiteindelijk een platte pannenkoek. En dan zie je dat de dieren die leven in een bepaald leefgebied letterlijk en figuurlijk in het gedrang komen. Als de boel eenmaal is geëgaliseerd, moet er een fundering op komen. En dat is vaak ook groter dan noodzakelijk. Maar goed, het is nodig om in dit geval te komen tot het eindresultaat. En dat is een spoorconstruct. Dus je ziet eigenlijk een drietrapsraket, waarbij het onderste gedeelte ons aarde is, het tweede gedeelte de fundering en het derde gedeelte de spoorconstructie. Dus je ziet gewoon een trap en je ziet eigenlijk hoeveel ruimte en moet worden vrijgemaakt om een spoorconstruct te kunnen implementeren. Als we nu gaan kijken naar het innovatieve transportsysteem van Unisci, dan zien we horizontale pilaren. Ik zal ze verder intermediate supports noemen, maar jullie kunnen pilaren onthouden. En daartussen is een kabel gespannen. Maar kijken we dan weer naar het aardoppervlak, dan zien we dat het aardoppervlak gewoon nagenoeg intact is gebleven. En deze intermediate supports kunnen op verschillende spanwijdtes van elkaar worden geïmplementeerd. Dus dan kun je denken aan spanwijdtes van 20 meter, 50 meter, maar ook 288 meter, zoals die op dit moment in de Emiraten wordt gebouwd. En als we dan terugkomen op ons aardoppervlak, dat blijft voor 95% om het simpel en behapbaar te houden, zodat iedereen het kan volgen, blijft het gewoon intact. Dus dieren hebben genoeg ruimte om te kunnen leven. Mensen hebben in feite genoeg ruimte om te kunnen leven zonder dat ze hinder ondervinden van transportvervoer of goederen of transport, goederen of passagiersvervoer die hun wegen doorkruisen. Nou, op deze sheet zien jullie dan nog een stukje van het aardoppervlak, zoals ik dat net heb gevisualiseerd voor jullie. Maar als we dan kijken naar de onderste twee afbeeldingen, dan zien we de afbeelding van het anti-derailment system in het blauwe kader. Dit is het systeem onder de witte kappen. Daar wordt gigantisch veel op getest, want Unisci String Technologies kan zich niet veroorloven dat zo'n systeem van de stringrail zou afschieten. Dan is er een groot probleem. En als we dan kijken hoe zo'n type stringrail eruit ziet van binnen, dan zien we aan de rechterkant een doorsnede van in dit geval een stijve spoorconstruct, waarbij de bovenkant bestaat uit de rail bedding. Dat is het contactpunt waarbij de wielen contact maken met het rail bed. Bovenkant dus.
Dan hebben we het omhulsel, dat houdt de boel bij elkaar. Dan zien we 6 stringrails van binnen. En een stringrail is eigenlijk een getwiste snaar. Dus ook zou je het kunnen voor kunnen zien. Hoe kun je het nog heel simpeler visualiseren? Draai je middel en je wijsvinger om elkaar heen. Probeer dat eens. En zo ziet dat er ongeveer uit. Vergelijk het met een gitaarsnaar, maar dan vele malen effectiever. En dan hebben we als laatste opvulmateriaal, zodat het boel voor stevigheid blijft zorgen. De modules van Unitsky String Technologies kunnen in tegenstelling tot huidige treinen van de NS ook op een kortere interval achter elkaar rijden. Denk hierbij aan een interval van tussen de 20 en de 40 à 50 seconden. En in de toekomst hoeven we er niet gek van opstaan te kijken dat de interval tussen de modules wordt gereduceerd tot 10 of 5 seconden. En zo zou een stringrailstation van Unitsky er in het echt uit kunnen zien. Dit is een 3D tekening, dus laten we hier geen misverstand over hebben. Maar zo ziet dat eruit. Je ziet dat de modules tegelijkertijd gebruik kunnen maken van eenzelfde spoorconstruct. Dus ze hoeven niet meer op elkaar te wachten, zoals bijvoorbeeld soms NS-treinen op elkaar moeten wachten. Hoeft dat in deze situatie niet. Dan is er ook wat informatie over de drone. De drone is op dit moment volop in ontwikkeling. De eerste testen zijn ook al uitgevoerd in de Emiraten. Het is zo dat de grote drone, de combo, zoals we die op de onderste foto zien, op dit moment een laadvermogen kan tillen tot 750 kilo. De bedoeling is dat hij 1500 kilo kan gaan tillen. Dan wordt hij gecertificeerd en dan zal hij ook direct worden ingezet voor commerciële doeleinden om die te bevoorraden, zodat de bouw in moeilijk bereikbare gebieden toch volgens plan kan doorlopen. En dit zijn de verschillende type spoorconstructen zoals we nu hebben. Verschillende type stringrails. We hebben een stijve spoorconstruct waarbij de modules daaraan hangen. Dan hebben we een stijve spoorconstruct waarbij je diagonale strepen ziet. Dus diagonale dwarsverbindingen. En daar kunnen de modules zowel boven als onderlangs aanrijden. Dus hoeven niet op elkaar te wachten. En dan hebben we een flexibel stringrail. En dat is een gebogen spoorconstruct waarbij het diepste punt tussen de twee pilaren is. En het hoogste punt bij de pilaren zelf. Het mooie van dit spoorconstruct is dat de modules onophoudelijk energie kunnen opwekken. Dus die cyclussen blijven onophoudelijk elkaar opvolgen. Waarbij de modules dus eventueel bij passagiersstations of bij cargo terminals de opgewekte energie ook nog eens een keer kunnen afstaan voor lokale consumptie. Een van de vele manieren waarop de modules van Unitsky String Technologies energie opwekken is door middel van staal-op-staal wrijving. Daardoor ontstaat er energie en die energie wordt opgeslagen in de accu's die de modules bij zich dragen. Daarnaast kunnen ze ook de stringrail zo creëren en implementeren dat ze bijvoorbeeld zonnepanelen kunnen toepassen. Waarbij ze dus eigenlijk ervoor kunnen zorgen dat de stringrail eigenlijk hartstikke efficiënt wordt. Dus dan hoeven we geen zonnepanelen meer op daken te leggen, maar dan worden die zonnepanelen aan de stringrail bevestigd. Dat is een van de vele manieren waarbij Unitsky String Technologies energie opwekt. Aerodynamica is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect. Je kunt niet een vierkant op twee wielen de weg opsturen en er dan van verwachten dat het energiezuinig is of dat het aerodynamisch gestroomlijnd is. Nee. Het ontwerp van Unitsky String Technologies is zo dat zowel voor- als achterlangs de modules er geen windcirculaties ontstaan. Dus dat betekent dat de achteropvolgende modules van Unitsky String Technologies geen hinder hebben van hun voorliggers. Dus ook niet extra energie hoeven aan te boren om de turbulentie die zou kunnen ontstaan goed te hoeven maken. De Uniflash moet ik eigenlijk zeggen, of de U-flash. Voorheen was het High Speed Unibus, maar inmiddels is dat U-flash. Uniflash maar ook. Op dit moment is het zo dat die nagenoeg compleet is gecertificeerd. Het is wel zo dat er op dit moment wordt gekeken waar ze de testbaan kunnen bouwen die nodig is om de module volledig te certificeren. Ik weet dat het al een geruime tijd dezelfde informatie is. Maar er wordt nu gekeken in de Emiraten of in Wit-Rusland. En in de Emiraten zijn de bouwkosten 3 keer duurder, dus de voorkeur gaat uit naar Wit-Rusland. Maar het kan heel goed dat het in beide landen wordt gerealiseerd. Op het moment dat het rond is en er is een baan van 25 kilometer, dan zal ook de U-flash worden gecertificeerd. En dan zullen we ook een sprong maken in het stageplan. En dit is de rolling stock van Unitsky String Technologies. Alle modules hebben een topsnelheid behouden, dus de U-flash van 150 km per uur. Alleen ze hebben verschillende capaciteiten wat ze kunnen qua passagiersaantallen. We beginnen met de Uniwind. En de Uniwind is een lichtgewicht module, biedt plaats aan 2 personen. Dan krijgen we de Unibike. De Unibike is de eerste getest en gecertificeerde model van Unitsky String Technologies. En dat is gebeurd einde 2016.
Dan hebben we de Unicar U4431T1 en T3. Deze zijn compleet identiek aan elkaar, behalve dat de T1 plaats biedt aan 6 personen en de T3 plaats biedt aan 18 personen. Dan krijgen we de Unibus U4210. Deze biedt plaats aan 12 tot 14 personen, is ook weer uit te breiden in verschillende compartimenten, waarbij dus ook de passagiersaantallen toenemen. Hetzelfde geldt dat voor de Unibus U4220T2. Deze hebben we in een enkele versie, die biedt plaats aan 25 personen. De dubbele versie biedt plaats aan 48 personen. En de driedubbele versie biedt plaats aan 64 personen. Dus iedere keer als er een compartiment tussenkomt, kunnen er ook meer mensen mee. Dan krijgen we de Unibus, U-Flash moet ik zeggen. In deze configuratie biedt hij plaats aan 6 personen. In de toekomst zullen er ook grotere modules komen. En die zullen plaats bieden uiteraard aan meer personen. En dit is de Unilight. En we zien hier ook het nieuwste model van de Unilight moet ik zeggen. Het nieuwste model van Unitsky String Technology. Het nieuwste model van Unitsky String Technology zien jullie hier ook. En deze module aan de linkerkant is tentoongesteld op het Ecofest van 2019. Deze module heeft een zeer grote potentie. En inmiddels is er een grotere versie van gecreëerd. Dit is de 5e generatie rolling stock van Unitsky String Technologies. En deze module zal binnenkort worden getest op het Ecotechnopark in Wit-Rusland en het testpark in de Verenigde Arabische Emiraten. Er zijn ook al tekeningen verschenen van potentiële commerciële trajecten, waarbij je dus het model aan de rechterkant ziet in een getekende schets. Maar het geeft dus wel aan dat ze dus achter de schermen heel hard bezig zijn om de modules te ontwikkelen. Ook het vrachtvervoer heeft natuurlijk niet stilgestaan. In 2014 is men begonnen met het testen en certificeren en produceren van passagiersmodules. Maar de huidige pandemie laat zien dat de meervraag is naar goederenvervoer. Om dat op een efficiëntere manier te kunnen verplaatsen. Omdat waar we mee te maken heeft, dat heeft een impact op ons allemaal. Maar ook op, dat betekent dus ook op lokale werksituaties. En het grote voordeel van Unitsky String Technologies is dat je veel minder handen nodig hebt om zo'n container te verplaatsen. Het gaat automatisch. In feite kan het hele proces volautomatisch gedaan worden. Dus in feite bespaar je een hele hoop handen op de plekken waar ze op dit moment ook heel erg worden gemist. Zoals ik net al aangaf, Unitsky String Technologies is in 2014 begonnen met het produceren, testen, certificeren van passagiersmodules. Nou, we hebben te maken gehad met de pandemie, waar we nog steeds de naweeën van hebben. En wat ik net ook al aangaf, de vraag is meer terechtgekomen op het verplaatsen van goederenvervoer. En daar is op dit moment een inhaalslag in gemaakt. Op dit moment wordt de Unicont in Wit-Rusland in elkaar gezet. En die zal binnen nu en niet al te lange tijd ook daar worden getest. En dan zal hij ook zijn eerste testmeters gaan maken in het testpark in de Verenigde Arabische Emiraten. En dit is het hoofdkantoor van Unitsky String Technologies. Hier werken plusminus 1000 mensen dag en nacht. Die druk bezig zijn om alles wat Unitsky heeft uitgerekend, om dat ook zo te realiseren. Dat het allemaal klopt, dat het allemaal werkt zoals is bedacht. Dus wij hebben ooit de keuze gemaakt om dit mooie project te ondersteunen. En deze mensen zijn achter de schermen dus voor ons bezig om dat dan te realiseren. Als het eenmaal is uitgetekend, uit is gedokterd, dan moet het natuurlijk in elkaar worden gezet. En dat gebeurt in deze fabriek. Deze fabriek is inmiddels ook een stukje uitgebreid. Maar in deze fabriek wordt ook geproduceerd voor de eerste commerciële trajecten, zodat ze die straks ook kunnen bedienen. Als het eenmaal is aangezet, dan moet het ook worden getest. Nou, het testen gebeurt op een florerend, zelfvoorzienend eco. We zien een testpark, dus dat betekent dat de stringrail zorgt voor de eigen energie. De ecohuizen die daar staan, die zijn ook zelf de warmte buiten houdt of andersom de warmte binnen houdt, hoe je het wil. Zeer groot potentieel. Dan hebben we een stukje akkerbouw, daar wordt op ecologische wijze worden daar gewassen geteeld. En die grond wordt daar vruchtbaar gehouden met een vruchtbare grondverbeteraar die Unitsky ook heeft ontworpen in de vorm van een Uniterra. Deze kun je terugvinden in alle informatie in je backoffice op www.skywaycapital. Daar kun je heel veel informatie, zeker over de vruchtbare humus, terugvinden, mocht je dat willen. Dan wordt er ook getest in verschillende weersomstandigheden. Wij hier in Europa hebben te maken met kwakkelzomers en kwakkelwinter. Maar als je
en figuurlijk onder de douche gezet. En ze hebben gekeken, is alles waterdicht, klopt alles zoals ze dat hebben berekend. Nou, inmiddels is dat het geval. Het passagierscompartiment is droog gebleven en het elektronica-compartiment is eveneens droog gebleven. Dus deze modules kunnen met een gerust hart worden ingezet in bijvoorbeeld landen in Azië. Ook in winterse omstandigheden wordt getest. Daar waar wij nog wel eens problemen hebben op het spoor, heeft Unitsky String Technologies het zo voor elkaar weten te krijgen dat er geen sneeuwvorm of ijsvorming kunnen ontstaan aan de stringrail, maar dat module ook weer zijn omstandigheid dan ook kunnen blijven rijden. Daarnaast hebben ze ook verschillende aanpassingen gedaan aan de stringrail op het testpark in Wit-Rusland. Ze hebben zogeheten isolatoren aangebracht die ervoor zorgen dat, het geluid beter wordt opgenomen. Daarnaast hebben ze ook aspecten aangebracht om de energie beter op te vangen, af te vangen. Ze hebben een A- en B-kant gecreëerd in de stringrail, zodat het ook keurig gescheiden blijft. En dit is een van de nieuwste spoorconstructen op het testpark in Wit-Rusland. Deze stringrail is op dit moment in aanbouw, maar je ziet de eerste contour al. Dan kun je misschien denken van alweer een testlijn, wat hebben we aan? Nou, Unitsky String Technologies kan maar één ding doen en dat ene ding is beslagen ten ijs de markt betreden. Op het moment dat zij dat doen, zoals de meesten van ons dat nu heel graag zouden willen, dan is het project gedoemd te mislukken en dan heb je ook niks aan hetgeen wat je hebt. Dus Unitsky String Technologies kiest er terecht voor, in mijn optiek moet ik erbij zetten, om alles rustig te doorlopen, zodat ze met een totaalproduct de markt op kunnen komen. Dat geen problemen meer heeft en dat ook blijft getest worden en dat blijft kinderziektes houden. Dus Unitsky String Technologies kiest er gewoon voor, samen met zijn team van adviseurs, om de rustige weg te bewandelen. En zo ziet het er dan in het echt uit. Twee modules die gebruik maken van één stringrail. Zoals ik in het begin van mijn presentatie al aangaf, kan dat ook. Dat is hier op deze foto ook prima gaat. Dus bovenop zien we de U-Flash, de hoogsnelheidsmodule, die kan 500 km per uur. En onder zien we een module die zou kunnen worden ingezet voor stedelijk gebruik. En die heeft een topsnelheid van 150 km per uur. Het geluid is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect. Dus Unitsky Technologies heeft dat nu weten te reduceren tot ongeveer 80 decibel. En er zijn sommige modules die ongeveer 65 decibel. Dus dat betekent als ze op een topsnelheid rijden, om het makkelijk te houden, ze hebben gedetecteerd als het voorbij is, dus als het weg is. Dus dat betekent dat het ook zeer vriendelijk is voor dieren. Dus dieren zullen ook minder schrikmomenten hebben die ze nu veelal wel hebben als er een trein voorbij komt rijden. Daarnaast zijn er tal van samenwerkingen en ik heb ze niet allemaal in mijn presentatie, maar de meest bekende samenwerking is bijvoorbeeld met het Belgische bedrijf Bekaert. En dan hebben we hier een samenwerking met het Chinese bedrijf Lenovo. Dan moet ik even eentje terug, want ik zie. Dan hebben we hier samenwerking met andere staalbedrijven. Dus hoe zie je dat Unitsky String Technologies internationaal wordt ondersteund? Dan nog samenwerking met het Franse bedrijf Dassault Systèmes. Die heb ik hier nu niet in mijn presentatie. Maar dat zijn eigenlijk gerenommeerde bedrijven. En nu langzamerhand van Europa naar de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is eigenlijk waar het veelal te doen is. En dit is het testpark wat onderdeel uitmaakt van het Sharjah Research Innovation and Technology Center. SRTI Park, zo moet ik het zeggen. Ik kom zelf niet helemaal uit. Dit testpark is een handige hub, om maar zo te zeggen. Het testpark in Sharjah, dus de overkoepelende organisatie, het SRTI Park, heeft connecties met alle wereldleiders en biedt mogelijkheden aan start-ups. We moeten niet vergeten dat Unitsky String Technologies, en ook al lijkt dat in de verste verte niet meer zo, maar is nog steeds een start-up. Dus zij hebben daar een stuk land en zij zijn daar gaan bouwen. En waar zorgt nou het innovatiecentrum in Sharjah voor? Die zorgt voor de contacten. Dus zo kunnen ze nemen Unitsky String Technologies en Geo hebben de Emiraten een betere ligging als Wit-Rusland. Dat heeft niks met de huidige situatie te maken, maar dat is gewoon puur geografisch gezien. Dus Midden-Oosten zorgt eigenlijk op dit moment, om het simpel te houden, voor alle
internationale contacten, zowel met wereldregeringsleiders, belangrijke spelers, en die komen dus. En wat zien zij daar? Zij zien daar dat de eerste lijn van 400 meter af is. Zij zien daar een compleet ecologisch huis, volledig van hout gemaakt. Overigens het eerste houten huis in de Emiraten. En als we dan kijken naar de 3D-tekening aan jullie linkerkant van de sheet, zo gaat het er ongeveer straks uit. Dus zo zie je dat het Sharjah een hele locatie is. Park zorgt voor de, of tenminste, het ST, of Sharjah Research Technology in contacten. En Energy String Technologies zorgt voor dat ervaring ontstaan er weer een hele mooie samenwerking. Helaas wil men. Erg vervelend, ik kan niet verder. Ah, nu ga ik verder. Ja, ik ben er weer eens. Dit is de 400 meter lange lijn. Deze is compleet gezet. 19 in gebruik genomen. En inmiddels kunnen overheidsdelegaties en iedereen die dat maar zou willen, daar een testervaring krijgen hoe het is om te reizen met Unity String Technologies. In 2018 was dat een 3D-tekening. En in 2022 is het realiteit. Dus zie je dat er ook in de Emiraten hard wordt gewerkt. Er wordt zowel getest op passagiers als op goederenvervoer. Dus zie je dat er eigenlijk al op twee manieren wordt getest op één baan. En dan kun je misschien denken. Laden dan noodzakelijk is. En waarom is dat? Dat is om ervoor te zorgen dat de stringrail niet hoeft knappen. Daadwerkelijk kunnen draaien. Wat zou de ophanging van de modules daadwerkelijk kunnen houden aan? Is het goed dat ze dit zo doen? Dus deze mini-container is een showmodel, maar hij wordt daadwerkelijk gebruikt om te worden getest. Dan is er ook nog altijd een plan B, C en E als dat niet werkt. Mensen kunnen op elk moment natuurlijk niet de module verlaten, maar ze kunnen natuurlijk wel op elk moment in een ramp op een goede manier verlaten. Mocht de module niet meer van zijn plaats afkomen, dan is het mogelijk om alsnog boven naar beneden de module veilig te verlaten. Dan geeft Unity String ook tal van certificaten. En dit is een heel belangrijk certificaat, want dit certificaat geeft aan dat de technologie veilig is, zodat het gebruikt kan worden voor implementatie. Certificaat. Dan is er ook een van voor de oplettende kijkers onder ons. Maar dit is een management kwaliteit. Dus dat betekent dat de organisatie of dat de vestiging in de Emiraten. En om het goed uit te leggen. Rusland is het moederbedrijf. En meer een promotiebedrijf. Dat wil niet zeggen dat daar geen onderhandelingen plaatsvinden. Om het simpel te houden, op het moment dat er een contract is getekend, dan gaan ze in Wit-Rusland gaan ze alles organiseren en uitwerken en uitrekenen. Dus zodat het uiteindelijk weer in de totaal kan worden naar de Emiraten of vanuit de Emiraten weer doorgestuurd kan worden naar de desbetreffende klant. Dus dat is even kunnen snappen. Dus Unity String Technologies zorgt eigenlijk voor alles. Voor de promotie en de vermarketing van Unity String Technologies. Dan hebben ze ook een ander certificaat gekregen. Dit certificaat inmiddels organisatie is geworden. Ook in dus certificaten krijgen. En dit soort certificaten krijg je niet bij de eerste beste aanvraag. Die moet je daadwerkelijk verdienen. Dus het is niet zo dat ze dit kunnen kopen. En dit is het
de constructie voor de 2,5 kilometer lijn. We zien het opstapstation, dat is van de buitenkant helemaal af. En aan de binnenkant worden daar nu de ankersupports bevestigd. En inmiddels ook al de eerste meters van de stringrail. En we zien dat de intermediate supports klaar worden gemaakt voor die stringrails. Zodat uiteindelijk straks binnen nu en niet al te lange tijd ook de modules daadwerkelijk kunnen gaan starten met hun testfase. Anatoly Junitsky, moet ik zeggen, heeft namens Junitsky String Technologies de honneurs waargenomen om te controleren of alles klopt zoals hij dat heeft berekend met zijn team van engineers. Dus de anchor supports zijn nu compleet goed en inmiddels zijn ze ook al geïnstalleerd. En dit is het model wat ze hebben gemaakt voor de Expo Dubai 2020. Mensen die de expo hebben bezocht, die hebben de mogelijkheid gekregen om af te reizen naar Sharjah. En daar dit model in levende lijve te zien, alles werkt. En uiteindelijk ook een rit te krijgen met de Unicar. Zodat ze zelf de ervaring kunnen krijgen hoe het is om te reizen met dit innovatieve transportsysteem. En dan van Dubai in dit geval zich buigen over welk bedrijf zij de prestigieuze opdracht zullen geven van de 15 kilometer lange lijn. Er zijn een x-aantal bedrijven die daarop hebben ingegaan. Bedrijven uit Amerika en de Sync Technologies is van alle bedrijven het meest verre. Ze hebben een testlocatie in de Emiraten zelf. Zij hebben eigenlijk een voorsprong al van minimaal 10 tot 15 jaar op de huidige concurrentie. Dus het is een kwestie van tijd dat dit wordt toegekend. En Anatoly Junitsky heeft daar in een van zijn laatste interviews op gezegd. We staan er heel goed voor en we hopen te winnen. Het is natuurlijk altijd spannend afwachten, maar al met al wijst alles wel naar uit dat Junitsky String Technologies die order ook gaat krijgen. En als ik dit kort moet samenvatten, dan is het transport innovatief, CO2-neutraal, milieuvriendelijk. Het is goedkoper zowel voor te bouwen als om mee te reizen. Het neemt vele malen minder ruimte in beslag en zo kan ik de lijst eigenlijk eindeloos lang maken. Wil je meer informatie vinden, dan verwijs ik je even naar www.skyway.capital. Daar kun je alle informatie of je persoonlijke back-office waar je alle informatie in kunt vinden. En dan gaan we langzamerhand naar de updates. Eigenlijk is alles ontstaan en in een stroomversnelling gekomen nadat CNN een mediabericht heeft gedeeld. Ze hebben gevraagd of ze een mediabericht mochten maken over het innovatieve testpark in Sharjah en dat mocht. En sindsdien is het een onophoudelijke komst van mediabedrijven. Die willen berichten over wat daar in de Emiraten gebeurt. En 9 van de 10 keer zijn dat hele goede berichten. En soms is het natuurlijk een kritisch bericht. En dat is ook goed. Die horen erbij. Uiteindelijk zal de tijd uitwijzen dat dit innovatieve transportsysteem het meest milieuvriendelijk is. En dat het zijn tijd ver vooruit is. En waarom zeg ik dat? Omdat mensen zijn veelal negatief. Op het moment dat iemand iets niet kent, dan is de eerste reactie, dat kan niet, dat bestaat niet. Zoals het spreekwoord ook zegt, wat de boer niet kent, eet hij niet. Maar inmiddels komen overheidsinstanties toch terug van eerder gedane uitspraken en die geven ook aan van Junitsky String Technologies is eigenlijk het meest innovatieve transportsysteem wat we zouden kunnen implementeren binnen onze huidige infrastructuur of wat we zouden kunnen gebruiken om een infrastructuur op te zetten. Dus wat ooit negatief was, wordt langzamerhand ook positief. Dit is overigens een echt artikel, dit kun je terugvinden op internet. En dit is de koning van Lesotho. En dan zullen mensen misschien denken, Lesotho, wat is dat? Dat is een land wat zijn grens deelt met Zuid-Afrika. En Lesotho wil een traject eigenlijk hebben van het land Lesotho naar de havenstad in Zuid-Afrika, Durban. Dus die zijn ook naar de Emiraten afgereisd. Het geval wil dat het op dezelfde dag is geweest als dat ik het testpark in de Emiraten heb bezocht. Vorig jaar eind oktober. En zij hebben daar een rondleiding gekregen, een ervaring gekregen hoe het is om te reizen met Junitsky String Technologies. En na afloop zijn ze de voorbereidingen gestart om te kijken naar mogelijkheden voor eventuele implementatie van een traject van Junitsky String Technologies. Dus en zo zie je eigenlijk dat Junitsky String Technologies ook al wordt ondersteund door de hoogste mensen op aarde. En dit is eigenlijk ook wel leuk, want dit is een heel leuk proces. Wat ooit is begonnen met een bezoek van de ambassadeur van Rwanda. Rwanda is een land in Zuid-Afrika. Emmanuel Hategega heeft vorig jaar oktober het testpark bezocht. En die is daar heel enthousiast over geweest en
die heeft daarna het testpark wederom bezocht en heeft, daarna, heeft daarmee een hele belangrijke, invloedrijke vrouw uit Rwanda meegenomen. Deze mevrouw is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Rwanda in de nabije toekomst. Rwanda is bezig om zichzelf weer te vinden, zichzelf te ontwikkelen, beter op de kaart te zetten, hoe je het wil. Bezig met een inhaalslag. En Unitsky String Technologies zou er natuurlijk perfect bij passen. Dus de ambassadeur is twee keer naar het testpark gekomen. Dus zo zie je weer dat de overkoepelende organisatie in Sharjah zorgt voor de contacten. En Unitsky String Technologies benut de mogelijkheden om die contacten te laten zien wat zij in huis hebben. Dus al met al een win-win situatie als je het mij vraagt. En wat komt er dan uit voort? Daar komt uit voort de eerste voorstellen van Unitsky String Technologies voor een commercieel traject in Rwanda. En hoe ziet dat traject eruit? Nou, we zien hier op de foto hoe dat eruit zou kunnen zien. Het is wel een beetje klein. Maar we zien dat dat traject is ongeveer 2,5 kilometer lang. En dat loopt van de hoofdstad Kigali naar een andere stad. In dit geval zijn er twee luchthavens die ze met elkaar willen verbinden. En ze zijn nu aan het kijken welke modules zij daarvoor zullen gebruiken. Of dat ze daar de Unicar voor zullen gebruiken of dat ze daar de Unilight voor gaan gebruiken. En de Unilight is de module die ik jullie tussen de plaatje van de Rolling Stock heb laten zien. Dus zo zie je dat dat model niet alleen is gemaakt voor de SIR, maar dat het ook daadwerkelijk wordt overwogen voor implementatie. Dus overigens een model met een hele grote capaciteit en zeker voor luchthavens zeer ideaal om te verbinden. Dus het is een van de vele situaties die we nu gaan zien. En dit is een trajectvoorstel. Dus zo zou je kunnen zeggen dat ze achter de schermen al vele malen verder zijn dan dat wij weten. En dat dit een serieus voorstel is. Daarnaast blijven natuurlijk ook delegaties komen. En dat is heel belangrijk. Dus ook Sharjah zorgt, de overkoepelende organisatie in Sharjah zorgt ook weer voor de contacten. Dus zo komen de delegaties uit El Salvador, die ook bezig zijn met commerciële trajecten te implementeren. Kun je terugvinden op de site. En zo komen de delegaties uit India, uit Egypte. En ik kan die lijst eigenlijk alleen maar langer maken. Maar ook in Wit-Rusland blijven de delegaties komen. En dan zullen mensen misschien denken, ja, maar Wit-Rusland heeft te maken met sancties. Kijk, wij hier in het Westen hebben daar sancties tegenin gesteld. Althans, wij niet direct, maar de overheidsinstanties, de Europese Unie. Maar aan de oostkant van de wereldbol hebben ze dat niet. Dus zo zie je dat ook in Wit-Rusland nog steeds toegang biedt tot delegaties om het testpark te blijven bezoeken. En dat is ook belangrijk, want Unitsky String Technologies is een neutraal bedrijf en moet gewoon ten alle tijde zaken kunnen doen. Dus zo zie je dat aan twee kanten de delegaties blijven komen om het testpark te blijven bezoeken, zowel in Wit-Rusland als in Sharjah. En dit zorgt natuurlijk weer voor nieuwe contacten, dit zorgt voor onderhandelingen die achter de schermen plaatsvinden waar wij geen weet van hebben. En dan kijken we ook naar een ander Afrikaans land. Dat is ook wel leuk om te delen. Ook in Ghana zijn ze op de hoogte van dit innovatieve transportsysteem. En er is een kleine delegatie vanuit Ghana gekomen om te kijken naar dit transportsysteem. Of het iets zou kunnen zijn voor Ghana. Nou, als je mijn eerlijke mening zou willen weten. Natuurlijk zou dit iets kunnen zijn voor Ghana. Maar goed, mijn mening doet er niet toe. Het is uiteindelijk aan de Ghanese bevolking, aan de Ghanese bedrijven of de overheid wat ze zullen doen. Maar het feit dat ze komen kijken geeft al heel erg aan dat ze dit transportsysteem heel erg serieus nemen. Het is heel goed om te weten dat de infrastructuur in het hele continent Afrika zeer slecht is. Dus dat dit eigenlijk dat zo'n systeem van Unitsky String Technologies een gigantische uitkomst biedt. En dan hebben we de Hyperloop versus Unitsky String Technologies. Heel veel mensen blijven kijken naar de Hyperloop en dat is goed. Maar de Hyperloop heeft inmiddels aangegeven dat zij de ontwikkeling van het passagiersvervoer hebben stopgezet. Ze krijgen het niet voor elkaar, het is te duur, het is wat dat betreft te kostbaar. En heel simpel gezegd, mensen kunnen niet tegen de snelheden van 1000 km per uur in een vacuüm gezogen buis. Dat gaat niet, dus dat moet je ook niet willen. Unitsky String Technologies heeft ook zo'n systeem. Dat zullen ze ook nu in de nabije toekomst gaan testen in de vorm van de Hyperloop. Maar ze hebben op dit moment gewoon een volledig werkende rolling stock, waarbij de mensen op een veilige manier verplaatst kunnen worden van A naar B. En wat gewoon zijn capaciteit inmiddels ook heeft bewezen. Dus eigenlijk ook zijn beloftes heeft kunnen waarmaken. En dit is een potentieel commercieel traject voor Vietnam.
Het is een heel mooi traject van ongeveer 3 kilometer. En wat ik net al aangaf, het wordt getest voor moezonregens. Dat is niet zonder, zonder reden. Vietnam is een van de landen die zichzelf heel erg inzet voor Unitary String Technologies. Eigenlijk vervullen zij een hele mooie voorbeeldrol. Met z'n allen werken om aan één gezamenlijk doel. No hard feelings. En dat het doel is om dit project te doen laten slagen, maar ook om commerciële projecten te krijgen in hun eigen land. Nou, ik vind dat alleen maar mooi dat ze dat uiteindelijk ook zo worden beloond. Er is een entiteit opgezet vanuit Unitary String Technologies in de vorm van Viet Transnet. En Viet Transnet zal de honneurs waarnemen voor Unitary String Technologies in Zuidoost-Azië. Dus zij zullen daar erop toezien dat de bouw goed gaat, dat alles klopt volgens planning, dat er geen fouten gemaakt kunnen worden. Daarnaast heeft Vietnam nog veel meer commerciële trajecten op de rol staan. En daar zal ik jullie in de komende webinars ook van op de hoogte gaan brengen. Dus zo zie je dat we nu hebben gekeken naar 2 potentiële commerciële trajecten, waarvan je er eigenlijk al op langzamerhand uit mag gaan dat Vietnam zeer serieus is. Dat je daar ook al informatie terug kunt vinden op internet. Dat het ook echt serieus in gang is gezet. Daarnaast hebben ze ook samenwerkingen met verschillende universiteiten. En een van die universiteiten is met de University of Sharjah. En daarop hebben mensen of studenten de mogelijkheid gekregen om projecten te schrijven en af te kunnen studeren op producten van Unitary String Technologies. Dus deze persoon die je op de foto ziet, de man, is afgestudeerd op een product van Unitary String Technologies op een potentieel station voor Sharjah. Sharjah is op dit moment ook zeer serieus en concreet in de race voor de eerste commerciële trajecten. Daarbij kun je denken aan een traject van 130 kilometer van het Emiraat Sharjah naar een stad wat toebehoort aan het Emiraat Sharjah Khor Fakkan. Dat ligt aan de oostkust en dat is een havenplaats. En in Khor Fakkan willen ze eigenlijk ook heel graag een traject hebben van 15 kilometer, wat alle hoogtepunten van Khor Fakkan aandoet. Deze informatie kun je ook weer terugvinden op internet. Dus het is niet zo dat ik informatie nu met jullie deel die niet klopt. Alle informatie in deze webinar kun je terugvinden op internet. Dus kun je ook teruglezen op je eigen moment wanneer je er zelf de rust, de tijd en de ruimte voor hebt. Ondanks de huidige situatie waar we mee te maken hebben, gaat de ontwikkeling van Unitary String Technologies volledig door. Dus dat betekent dat er niks in gevaar is. Er wordt nog steeds bevoorraad, er wordt nog steeds geproduceerd. Dus alles gaat door volgens planning. Natuurlijk hebben ze ook te maken met wat vertraging, maar dat hebben wij ook. Daar kunnen we niks aan doen, maar het belangrijkste is dat ze gewoon doorgaan in hun ontwikkeling. En dit is een kleine sheet van een commercieel traject. Dus hoe lang zou het duren om een commercieel traject te kunnen implementeren? Nou, dan zien we dat het allemaal ongeveer kleine 2 jaar duurt. En dat het op is gedeeld in verschillende fases. Dus ik heb net met jullie een aantal potentiële commerciële trajecten gedeeld. Nou, die zou je dus al kunnen scharen onder het stukje de feasibility studie. Dus dan gaan we eens kijken naar de mogelijkheden. Op het moment dat het geïmplementeerd moet worden en gebouwd moet worden, dan zie je ongeveer hoeveel maanden het in beslag neemt. En al met al duurt dus de opzet van zo'n commercieel traject een kleine 2 jaar dat alles zou kunnen rijden. Dan is het ook getest, dan is het gewoon compleet operationeel. In het begin van mijn presentatie gaf ik aan dat ik professioneel gebruiker ben van de applicatie AdvaHunter. En wat is AdvaHunter? AdvaHunter maakt het mogelijk om om visualisaties te realiseren van Unitary String Technologies. Het is heel mooi om echte foto's te zien, maar die foto's zijn nog steeds gemaakt op een testpark. Het is heel mooi om 3D-tekeningen te zien, maar dat geeft nog lang niet het gevoel hoe het is dat het rijdt in je eigen omgeving. Nou, dat kun je met augmented reality heel goed benaderen. Als we nu kijken naar de foto's, dan zien we bijvoorbeeld de Unibus U4210 wegrijden uit het station. Dus dat is een bestaand station, het station van Nijmegen, met een 3D-laagje eroverheen. En we zien de Unibus U4220T2, die rijdt ook in een bestaande omgeving, maar weer een 3D-laag. Dus wat gebeurt er nu? Je krijgt nu een hele goede indruk van hoe dat eruit ziet in je eigen omgeving. Nou goed, dit is de omgeving van Nijmegen, maar dit kun je ook in je eigen omgeving toepassen. En zo ziet het er dan uit als het daadwerkelijk zou kunnen rijden. Ook weer 3D, maar het geeft wederom
heel goed weer wat er mogelijk is. En als we gaan kijken, dan heb ik in dit geval de foto aan de linkerkant. Daar heb ik de flexible string rail ingezet. Dus dan zie je hoe hoog dat is. De constructie is ongeveer 13 meter hoog. Hoe weinig ruimte dat in beslag neemt in vergelijking met de weg die er langs loopt. Dus natuur krijgt wederom meer ruimte, rust om tot zijn oorspronkelijke vorm terug te kunnen keren. Eigenlijk bespaart het een hele hoop problemen. Het zou een ideale oplossing zijn voor de huidige stikstofsituatie waar we mee te maken hebben. En dat zeg ik even met een knipoog. Dit systeem is een oplossing. Terwijl de meeste andere systemen die worden geproduceerd, creëren is van opvolgende problemen. Ja goed, ieder is daar heel verschillend in. En dat is maar goed ook, anders zou je geen marktwerking hebben. Mijn persoonlijke mening, dit is op dit moment eigenlijk het enigste en beste systeem wat je zou kunnen implementeren. In welke bestaande of niet bestaande infrastructuur dan ook. En dit zijn de informatiekanalen die je zou kunnen raadplegen als je vragen hebt. Je kunt naar je eigen back-office, dat is www.skyway.capital. Dan kun je naar de officiële site van Unitsky Group of Companies, dat is www.unitsky.com. Dan kun je naar de persoonlijke site van Anatoly Unitsky, dat is www.unitsky.engineer. En dan kun je naar de Facebookgroep, waarop ik dagelijks heel veel informatie deel. Er is ook nog een Skype-groep, die heb ik hier niet in staan. Dan is er ook nog een andere nieuwe site in het leven geroepen of gelanceerd. En dat is www.ust.inc. Dus ik herhaal. Willem. Isaac. Simon. Theodor. Punt. Isaac. Nico Cornelis. Dat is een nieuwe site die de Group of Companies heeft gelanceerd. Dus we zien dat ze heel veel doen achter de schermen en dat je eigenlijk aan dat soort informatie kunt zien. Dat ze langzamerhand gaan de commerciële de commerciële markt gaan benaderen en dat ze die dan ook zullen gaan betreden. Mocht je nou vragen hebben met betrekking tot problemen in je account of wat dan ook, dan kun je net die Sommers of mij altijd benaderen. Wij zijn er voor jullie. We willen jullie ook zo goed mogelijk op weg helpen. Ik wil jullie ook tegelijkertijd bijzeggen dat we op dit moment geen tijd meer hebben, omdat we gewoon te druk zijn om vragen te beantwoorden van mensen die aangeven, ja, ik zit al heel lang bij dit project en hoe staat het er nu voor? We geven in het jaar 52 webinars die toegankelijk zijn voor iedereen en we vragen daarbij niet dat je dat wekelijks komt bijwonen, totaal niet, maar het zou wel goed zijn om betrokken te blijven bij dit project en dat je er dus voor jezelf voor kiest om één keer in de zoveel tijd een webinar bij te wonen, zodat je ook volledig kan worden bijgepraat. Dat scheelt ons een hele hoop uitleggen, want heel veel mensen zijn contact met hun upline verloren. Degene die hun destijds heeft benaderd voor dit mooie project, zijn daardoor ook het geloof een beetje verloren. Dus dat is de reden dat Nettie Sommers en ik 52 webinars in het jaar geven, om iedereen toch zo goed mogelijk te voorzien van informatie. Er gaat een hele hoop informatie aankomen en daarbij is het echt van belang, en ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, om de basiskennis langzamerhand toch te blijven volgen, omdat straks de informatie zoveel wordt, dat de basiskennis iets naar achteren zal gaan en dat de focus meer zal liggen op waar we dan voor staan. En ja, als je dan wat basiskennis mist en je die graag zou willen hebben, dan is het heel lastig om die nog te krijgen. Dus mijn inziens, heb je tijd over, één keer in zoveel tijd, je bent van harte welkom op een van onze webinars. Heb je vragen met betrekking tot storingen in je account of andere problematiek waar je niet uitkomt, dan kun je ons altijd bellen. Ik ben hiermee aan het einde gekomen van mijn presentatie. Ik wil jullie dan ook hartelijk danken voor jullie tijd, aandacht en energie. Rest mij weinig anders te zeggen dan jullie een fijne avond toe te wensen. En jullie te mogen verwelkomen op de eerstvolgende webinar die aankomende donderdag zal worden gegeven door Nettie Sommers. Fijne avond, bedankt voor jullie tijd, aandacht en energie.